Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen goed zien op deze satellietfoto dat we te maken hebben met veel bewolking. Die bewolking hangt samen met een lage drukgebied dat over de Noordzee richting Noorwegen, Zweden en de Baltische Staten trekt. Aan de zuidzijde van die depressie zit dus veel bewolking en ook veel wind. We hebben vanochtend te maken gehad met enige tijd zuidwesterstorm op de Waddeneilanden. Inmiddels is de wind wat afgenomen, maar het is nog niet helemaal gedaan met het onstuimige weer. Verder is het nu op de meeste plaatsen droog, maar vanavond gaat het vanuit het westen uit opnieuw regenen. Verder blijft het erg zacht met 10 tot 12 graden in de avond en ook vannacht zal het niet heel veel kouder worden. In de loop van de avond en ook komende nacht gaat de wind geleidelijk aan weer toenemen en wordt dan aan zee hard of stormachtig windkracht 7 of 8, en boven land waait het krachtig windkracht 6. Zoals gezegd, het koelt weinig af graad of 11 vannacht. De regen gaat geleidelijk aan wel naar het oosten wegtrekken en dan vanuit het westen krijgen we misschien een paar opklaringen waar bewolking houdt in eerste instantie gewoon de overhand. Ook morgenochtend hebben we veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het dan waarschijnlijk wel droog. En er waait een stormachtige wind aan zee uit het zuidwesten, windkracht 8. Verder is het nog steeds erg zacht. Rond het middaguur dan gaat er een buienlijn passeren vanuit het noordwesten. Het kan een stevige buienlijn worden. Die buien kunnen misschien ook wel gepaard gaan met onweer. En sowieso met zware windstoten tot 100 km per uur. En de wind kan dan in het algemeen tijdelijk even aantrekken nog tot windkracht 9 op de Wadden Eilanden. Dan hebben we echt een zuidwestenstorm weer te pakken. Na het passeren van die buienlijn gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten en neemt dan af naar matig of vrij krachtig boven land en nog krachtig soms hard aan zee, windkracht 4 tot 7. De temperatuur gaat dan ook omlaag van 11 naar 7 graden. Kijken we dan naar de dagen daarna. De zondag ziet er redelijk uit. We hebben van tijd tot tijd zon, maar ook terke buien over het land en op de bovenlucht behoorlijk is afgekoeld. Kunnen die buien ook gepaard gaan met natte sneeuw. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden, dus een heel verschil met vandaag en morgen. Dan maandag en dinsdag hebben we opnieuw veel bewolking en is het weer erg wisselvallig en ook onstuimig, zeker op de maandag. Dan kan het aan zee opnieuw stormachtig gaan waaien en op beide dagen is het opnieuw aan de zachte kant met 9 tot 10 graden. En als we er nog wat verder vooruit kijken, dan zien we dat de kansen op winterweer voorlopig nog klein zijn. Vanaf het volgende weekeinde nemen de kansen op vorst wel wat toe. Maar ja, dat hoort eigenlijk ook wel bij de eerste helft van januari. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl